deze Duitse Zeurpiet. Ja? Ik weet niet wat Zeurpiet in het Duits is. Zeurpiet. Ja, ja. Jij hebt in Duitsland gespeeld. Nee, maar die, geeft nu eventjes... Eigenlijk wat hij zegt is... de KNVB is te schuldig aan dat wij ten onder gaan aan PAOK. Want wij moesten die hele zware wedstrijd tegen ADO spelen van de KNVB. En deze meneer die binnengehaald is als een wondertrainer... want die kan hoog druk zetten, weet je wel. Dan denk ik, Mark van Bommel kon er niks van. En hij was de oplossing voor alles. Maar Tom Gerbrands en hij, die hebben in één week gepresteerd... om van het trotse PSV een zeurclub te maken... met huilenbalkverhalen. En het is echt weer een clubje van onder de grote rivieren geworden. Daar hebben hun op hun geweten. Maar dat is geen belasting. Overbelasting is allemaal gelul. Jo, ja, kom op, tuurlijk, zo'n wedstrijdje tegen Den Haag. En hij had maar zo weinig spelers... Er stond er een heel representatief elftal gisteren. Ja, tegen Den Haag stonden er 3 spelers, maar niet. Rosario was niet, Gakpo en Dumfries. Nee. De rest was er gewoon. En gisteren ook een prima elftal. En ze hebben 6 maanden vakantie gehad, hè, al die gasten. 6 maanden. Nou, ik krijg geen 6 maanden vakantie. Dan zou ik hier ook... Dat zou advocaat wel willen. Ja. Ik denk niet alleen dat ik kan betalen. Dick Martin wil ook wel, nou, denk ik. Maar... Dick is in staat een deal te maken met de Telegraaf... en dat hij jouw salaris dan koopt. Nee, ja, maar hij kijk, al die trainers... Die willen ons maar wijsmaken dat het nu corona is. Maar dat weet ik wel. Dat heb je wel gehoord inmiddels. Ja, dat weet ik echt wel al 8 maanden. En dat het allemaal anders gaat. En met die met dat controleren en met die controles en met alles erop en eraan. En weet je, dit wordt gewoon een jaar waar het een beetje passen en meten is. En je lopen ze ergens tegen een nederlaag aan. Maar het is toch niet alleen bij PSV? Dat die het is overal corona, volgens mij, Johan, ook in Engeland. Joh, maar wat deed PSV in die tweede helft precies? Dat leek nergens meer op een gegeven moment. Nee, maar kijk, of het nou corona is of niet... en of je nou spelers mis of niet... of dan iedereen nou een beetje fit is of niet... je hoeft toch in de kwartier tijd geen 4 doelpunten tegen te krijgen? Nee, zeker niet zo. Kijk, dan ga je daar met 1-1 weg. Nou, wat is er mis mee, weet je? Niks. Nou, had ik het goed gehad in de Toto? Prima. Maar verleden jaar zijn we allemaal... tot de conclusie gekomen, inclusief Mark van Bommel... dat die Boskagli... Boskagli, die kwam tekort. Die stellen ze niet eens meer op. En nu heeft de nieuwe trainer heeft hem herontdekt. Ja. En wie is de zwakste schakel iedere keer? Hij, een waardeloze centrale verdediger. Veel te traag, mist er alles. Ja, maar ze hebben nog geen verdediger. Ik vraag me af waar die wel... Kijk, en die jongen uit Nieuw-Zeeland... Dat is die jongen van PEC. Thomas, dat is een hele leuke technicus. Nou, daar win je de oorlog niet mee. Roy Janssen heeft al gezegd dat hij Real Madrid aan zou kunnen, toch? Maar toen dronk hij nog. Maar in ieder geval... die Thomas is hetzelfde als Doan. Ja. Dat had ik ook van tevoren kunnen zeggen. Dat gewoon, wat moet je ermee? Nee, maar dat zijn die jongens die... Ja, maar als jij nou nooit gewoon een aantal wedstrijden in de Eredivisie Groningen bij de hand kan nemen. Ja. Wat heb je dan te zoeken bij PSV? Nee, niks. Ja, niks. En zou ook tot de conclusie kunnen komen dat die nieuwe keeper van PSV... in Duitsland niet ten onrechte op de bank zat? Nee. Dat is gewoon een reservekeeper in Duitsland. En ik kan niet zeggen die ballen dat ze allemaal blunders van hem waren. Maar of ze allemaal onhoudbaar waren. Ze gingen wel allemaal in dezelfde hoek. Nou, waar hij steeds te laat in lag. Hij voelde ook wel lekker mee natuurlijk. Het was, maar had wel 1 of 2 had hij wel mogen hebben. Ja. Nee, die pakt geen punten voor je, hoor. Nee. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight app.